Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Omega Ruby Avatar Lock. De Avatar Lock die ik samen doe met Sander van Gaming SB. Hey, dat ben ik. Dat ben jij, inderdaad. Als jullie de vorige aflevering hebben gekeken, is er een grote kans dat jullie waarschijnlijk iets misten. En dat is een gedeelte, mijn gedeelte zeg maar. Dat komt omdat ik het bestand niet meer kan vinden. Dat is best raar, maar ik heb overal gezocht. Ik heb nog voor de zekerheid en in de prullenbak gekeken. En ik heb nog zo'n prullenbak schoonmaker, zeg maar. Of niet zo schoonmaker, maar in ieder geval dat als je hem uit je prullenbak verwijderd hebt. Als je die dan nog opzoekt. Hoe heet het? Om dan te vinden, zeg maar. Maar dat is ook niet gelukt, zeg maar. Dus ik heb geen idee waar die is. Wacht even, had je dat niet kunnen zeggen laatst toen ik met Case Lock zat? Ja, ik heb gewoon gegoogeld en dat stond bovenaan. Oh ja, misschien had ik ook meer moeite. Maar ik heb het dus nergens meer kunnen vinden. Dus very sad. Rip. Maar verder, wel een leuke serie. Ja. Ik hoop dat het goed komt. We moeten nu naar rechts, toch? Ja, naar boven, naar rechts, naar die grot. Wacht, moet ik überhaupt healen? Ik ga wel mooi naar het Pokémon Center. Nope, ik ben al geheeld. Ik weet niet hoe, maar ik ben al geheeld. Nou, dan gaan we mooi naar rechts toe. Oh, daar staat het mannetje ook. Hey, hoe is het? Moet ik allemaal spul voor hem doen. Oké, dat wel. Nice. Deze bits gaan we verslaan. Ik wil even bedenken welke Pokémon ik ook weer heb. Er is hier ook een Inkada. Die mag ik ook vangen. Dat klopt, ja. Dus, wie weet. Oh, deze gast wil niet vechten. Nou, dan niet. Dan niet. Zoek je tekker uit. Echt, hè? Water. Hé, drie keer raden wat ik tegenkom. Een Ninkada. Oh, goed geraden. Echt, hè? Ondanks dat ik het zelf al zei. Ja, dat is hetzelfde als vanmiddag in mijn stream dat je zegt van raad eens wie er weer is. Ik ben het. Ja, maar toen zei ik wel ook van, ik laat je die niet raden. Dus. Hater. Ja, ik moet hem verzwakken. Zucht. Ja, ik ga niet met Mars stompen en verslaan. Ik doe het wel met Coleman, joh. Coleman. Ja, je moet toch iets, hè? Precies. Scratch. Oké. Hoeveel doet dat? Dat killed nooit. Maar goed, de vorige aflevering hebben we dus de eerste gym verslagen. We zullen al snel bij de tweede gym zijn. Dat is voor dan mis je natuurlijk net de aflevering dat we de gym doen. Yep. Wow. Dat is wel minder. Nou, gelukkig heb ik jouw gedeelte. En mijn geluid ook, want jij hebt mijn geluid ook, dus dat is wel chill. Ja, tenminste, bij de vorige nam jou ook, zat ook elke keer mijn geluid bij. Dus, je bedoelt op een ander spoor dan? Ja. Ja, precies. Dat is waar. Dus die kan ik gewoon erin laten. Dan heb je alleen geen beeld bij mij. Nee, dat is jammer. Maar goed. Liever iets dan niets. Precies. Dus, we gaan nu nog een pokeballetje gooien. En als deze man zit, dan gaan we blij zijn. En zo niet, dan niet. Zo simpel is het. Precies. Dus. Milan? Ja. Ik ben blij. Hij zit! Yes! Yeah. Even kijken wat had ik ook alweer. Oh ja, deze klaprollen heb ik. Nou. Dan is het eigenlijk kwestie van naar Pico gaan en dan... moet zeker eerst hierheen. Ja, dat dacht ik al. Oh, wat? Ben jij al zover? Ik moet nog helemaal naar...
Ja, maar dat had ik al gedaan de vorige aflevering, hè? Voordat ik naar de gym ging. Oh, wauw. Dat is... Ja, dat is beter dan dat ik... Ik moet even wat speed eraf te zetten. Ik moet mijn speedrun tactics showen. Echt, hè? Dus... Jammer genoeg heb ik nooit gespeedrun. Ach, ik probeer die trainers te ontwijken. Het ging fout. Spoiler alert. Dat gevoel had ik al. Rip. Nou, gelukkig heeft hij een Geodude. Die is snel neer, neem ik aan, met Wargun. Dat hoop ik. Ja, hij zal wel sturdy hebben. Nee, dat heeft hij niet. Nice. Klopt, ja. Dat spul heeft allemaal sturdy. Echt belachelijk. Ziek. Ziek in zijn hoofd. Makend. Nee. Het feit dat hij hem niet heeft... maakt me niet boos of zo. Okay. Oh, deze gast wel. Flauw. Zit ik helemaal blij te doen dat hij het niet heeft. Heeft hij het stiekem toch. Nou. Even kijken. Maar goed, hij is neer. Ik heb de Ninkara ben ik niet tegengekomen, dus ik heb de Ninkara niet gevangen, maar dat is op zich niet zo heel erg. You have not? I have not. Tenminste, niet meer dat ik me kan herinneren. Misschien dat hij in mijn box zit, maar ik denk het niet. Ik kan wel heel even in mijn box kijken, ik moet toch wachten. Tenminste, ik moet toch wat rustiger aan gaan doen. Dat zeker. Ja, dan krijg je als je zo'n speed-up gebruikt. Ja, maar dat is juist het feest. Dat doe ik niet. Oh, niet? Nee, ik heet geen Sander. Jawel. Wil deze gast nou ook? Oh, je moet natuurlijk met hem praten. Hé, ik wil Pico terug. En dan doe ik zo van, hé, gast, tuurlijk, ik help je wel even. Ik weet ook niet waarom een 10-jarige dat op moet lossen, maar goed. Ja, maar dat is met alles in de Pokémon-wereld, toch? Ja, dat is wel hoe het gaat. Oké. Okay. Oh, ik moet niet tegen Pico praten. Ik moet tegen die gast praten, schijnbaar. Yep. Ook goed. Je moet vechten tegen die magma-mannetje. Luciana. Oké. Okay. Ja, ik heb niks super effectief. Ik heb wel Mudshot. Ik weet niet of dat beter is dan Watergun. Maar ik denk in deze gen haast wel. Aangezien Watergun trash is. True. Daar is niks aan geloof. Was ooit goed. Rip Watergun. Maar goed. Oh, Momo is leveled up. En Wing Attack leert hij, dat is helemaal mooi. Ja. Pikachu! Heb je een Pikachu gevonden? Nee. Oh. Shit, ik denk al waar de helft in heeft. Ja, volgens mij kan je die niet vangen, deze generatie. Ja, heel misschien in zo'n eilandje bij de derde gym. Waarom leren al mijn Pokémon zo net nu ik haast heb, leren ze allemaal nieuwe moves? Omdat ze jou niet mogen? Nou, het zijn wel goede nieuwe moves, dus... Oh. Ja, in dat geval. Misschien mogen ze me een heel klein beetje niet. Nee. Mijn Pokémon en ik zijn buddies. Maatjes voor het leven. Precies. Zoals ik in de eerste aflevering ook al zei. Precies. Dus, oké. Een Wishmer. Oh, wat leuk. Die ga ik dus niet vangen. Nee, dat valt me nou van je tegen. Nee. Ik vang alleen Pokémon die ik wil hebben. En Zigzagoon. Dus je gaat Wurmple ook gebruiken? Of tenminste, je... Nou, Beautifly is in het begin nog best wel handig, denk ik. Oké. Dus, ja. Ik weet ook niet hoe lang ik dat volhouden heb, maar... Ik gooide een Great Ball op een Pokémon van level 5. En hij zat niet. Oh. Hoe
hoe. Hoe dacht ik? Ik snap het leven niet meer. Same. Ho. Ziekte leg spike, oké. Okay. Oh, ik heb niet tegen deze man. Moet je weer vechten? Ja. Sad. Tegen Meryl. Van level. Level 10. Nou, het enige voordeel is dat mijn fun guy het kan. Het scheelt iets. Watersport, really? Oké, Mega Drain. Ah, de fans. Deze gast is ook echt aan het stallen. Nee. Dat wil ik niet. Oh, jawel. Nou, nee, ik wil het niet. Oh. Bubble. Oeh, dit is wel eng. Hij deed 2 HP damage. Ik denk dat ik ga verliezen, man. Nice, nice. Daar hoopte ik al op, zie ik hem. Hé, hey, het is geen versus of iets. Wat doe je nou? Oh, dit is een co-op. Oh ja. Hup, Sander. Zo goed? Ja. Beter. Oh, weet je wat kut is? Nee. Dat je hier geen markt hebt. In Duelvoort. Dus dan moet ik helemaal terug om Pokéballs te kopen. Ja, ik snap ook niet waarom ze dat in de remakes eigenlijk niet gewoon alsnog in de Pokémarkt hebben gedaan. Nou, ik weet wel waarom ze het niet in de Pokémon Center hebben gedaan. Omdat je anders huisjes mist. Oh ja. Dus dat snap ik wel. Alleen ik snap niet dat ze dan niet even een huisje hebben toegevoegd in deze stad voor een markt. Ja. Sukkels. Nou, dan ga ik wel gewoon ergens anders naar de markt. Ik zou het ook niet zo gedaan hebben. Nee. Maar goed. Misschien moet ik wel pokeballs kopen. Ja, dat ga ik nu ook doen. Ja, ik ben nog in Rustboro City. Dus ik ga niet heel erg snel. Sterker nog, ik ga... Je moet in Rustboro City wel eerst nog naar de president, hè? Of heb je dat al gedaan? Want anders kan je alsnog niet verder. Ja, want je moet die Devonparts natuurlijk afleveren. Kan ik hier niet tussen? Oh ja. Wat? Waar is dat? Welk huisje is dat? Oh, daar. Ik heb hem al. En heb je ook al kut gehaald? Dat heb je niet per se nodig volgens mij. Maar die kan je in ieder geval in het huisje naast de Pokémon Center halen. Nee, heb ik nog niet gedaan. Wow. Oh, ik krijg ook Great Balls van deze man. Ik heb er net 5 gekocht. Ja, maar ik krijg er maar 1 volgens mij. Oh, oké. Ik moet echt helemaal terug naar dat helemaal het begin. Voor een Pokémon Mart. Wat is dit voor onzin? Oh, wat? Waarom? Dit is zo onlogisch. Die man loopt eerst weg. Dan komt hij terug. Mm-hmm. Zo van, ja maar. Gewoon dat. Ja maar. Duidelijk. Duidelijk. Precies. Dat dacht ik ook. Hebben we weer heel veel aan. Heel veel toevoegende waarde. Ja. Wacht, hadden we... Ja, maar ze hadden dat toch gewoon in 1 cutscene kunnen doen. Ja, dat is waar. Dat is hetzelfde als... komt eventjes bij, en dan... Hey, kom mee. Dat is hetzelfde bij Pokémon Black and White 2. Dat je op een gegeven moment... moet je zo naar die trainerschool van Alder... En dan vertelt hij allemaal dingen. Loop je naar buiten, vertelt hij je nog meer dingen. En dan loop je de stad uit. En dan springt hij van een berg af en dan vertelt hij je nog meer dingen. Dan kan dat niet allemaal. Oh ja. Keer. Ja, dat is gewoon om de game op te vullen. Ze dachten, we hebben net niet genoeg. Nou, wat kunnen we eens doen? Ja, echt, laat hem eerst daar eventjes praten. Dan ergens anders weer. En dan zorgen dat hij van een gebouw afspringt. Want dat ziet er cool uit. En dan lijkt het niet als opvullen. Maar goed. Oké. Ik vind die Dexnav wel chill. Nu kan ik zien welke Pokémons hier... Yup. Pokémon. Het is niet Pokémons. Ja, ik zeg Pokémons. Ze stikken er maar in. Pokémons. Hey, ik mag hier ook een Silcoon vangen, hè? Ik
Silcoon heb je al gehad. Cashcoon mag je vangen. Of Cashcoon, ja, die bedoel ik. Die paarse. Ja. Aan de andere kant denk ik niet dat ik hem ga gebruiken. Nee, maar misschien heb je hem uiteindelijk nodig, hè? Je weet dat het niet. Dat is waar. Ja. Ons kennende zullen we het echt nog wel een keer verneuken. Die man staat toch hier buiten? Oh nee, je moet tussen hem en die vogel inlopen. Nee. Oké, ja. Oh, dit werkt ook. Je kunt ook gewoon tegen hem praten. Dat is ook goed. Dat kan allemaal, jongens. Dat kan allemaal. Wat? Waarom ga ik niet door? God, man, kom hier. Nee, niet Pico. Nee. Dit is echt cringe. Jij loser. Oh. Zo. Oh, waarom staat hij op Nevermind? Ik wil gewoon headen naar Dewford Town. Yep. Kom op, laat me van. Ze forceren je gewoon van, ga niet verder met het spel. Dus... Echt, hè? Zo voor losers, echt hoor. Nee. Maar ik vind het sabotage, noem ik dat. Ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Dus deze man gaat even zeggen dat hij hier ook niet in is. Ja, maar dat wist ik al. Nee, ik moet het toch aanhoren. Jammer dan. Dit is Fighting Gym, hè? Yep. Nou, daar heb ik dus niks tegen. Oh jawel, ik heb flying natuurlijk. Is Beautyfly, is dat nou grasbug of flying bug? Ik dacht altijd flying. Flying, ja. Ja, oké. Okay. Ik wou zeggen, oh, we hebben hier ook nog encounters, maar dat is niet hoe deze Nuzlocke werkt. Normaal heb je in deze stad echt vet veel encounters, want je hebt een route boven, je hebt in de stad zelf en dan heb je nog de route daaronder. Ja, maar je hebt natuurlijk ook best wel veel encounters. Tenminste, ik heb water natuurlijk, dus ik heb sowieso veel encounters hier. Ja, klopt. Okay. Oh, deze Marquita, die mag ik vangen. Oh, je bent nu inmiddels al verder dan ik. Oh, ik denk, we moeten eerst naar die grot toe, toch? Ja, daar moet je ook naartoe, maar daar ben ik nog niet. Ja, nee. I didn't fuck up. Niet? Dat is nieuw. Even kijken hoor. Nee, volgens mij niet. Nice, ik ben trots op je. Hoezo zit deze Marquita niet in een Great Ball? Is zijn catch rate zo hoog? Bruh. Doe even lief of zo. Broer. Ah, ik zo'n pokeballetje zitten dan. Ik wilde hem eerst eigenlijk afmaken tot ik doorkreeg van, hey, wacht eens eventjes. Oh, in een pokeball zit hij ook niet. Nevermind. Oh, dit is wel... Arm Thrust, dat is echt vet gunstig. Want als je een crit krijgt, dan... In principe kun je allemaal crits krijgen, denk ik, als je 5 keer doet. Ja, die kans is wel echt heel klein. De kans is heel klein, maar best gevaarlijk. Hij heeft hem nu 3 keer gedaan en 1 crit. En zo net ook al. Ik weet niet wat deze man heeft, maar... Hij heeft behoorlijk wat... hoe noem je dat? Geluk. Kom op. Zit alsjeblieft. Dankjewel. Dus. Oké, ik weet hoe ik hem ga noemen. Alhoewel, dat past waarschijnlijk niet. Ik wou een blinde bandiet noemen. Dat was hoe Taf heette in die... ja, om op de aardarij, om bij de aardarij te blijven. Ja. Blinde band... Band kan wel. Blinde band? Ja, sure. Ik weet zelf wat ik bedoel, gelukkig. Dus in ieder geval nu nog wel, maar over x aantal afleveringen moeten we nog zien. Normaal kon je Sableye toch ook vangen in deze grot, maar op
dingen op... Dat is echt gunstig. Maar die kunnen wij toch beide niet? Nee, ik weet even want niet... zowel wat... Dark als Ghost. Oh ja, Dark en Ghost. Ja, ik wist even niet helemaal meer wat zijn... Oh ja, je kan... Ja, Ghost is... Oh, jij kan nog een Pokémon en... vangen. Op floor 2 kan jij nog een Pokémon vangen. Wie? Mawile. Steelfairy. Oeh. Ja, ik denk dat dat best wel... Zeker met die Mega Evolution in deze game. Ja, ook nog eens. Ja, dan ga ik denk ik Beautyfly wegdoen nu. Wacht, hoezo kan ik niet verder in de grot? Wat mis ik? Moet je eerst de gym doen? Oh, echt? Ik dacht eerst dat je die Devin... Dat dacht ik ook, maar je kan niet verder. Je kan niet verder, dus. Dan ga ik nog heel even voor die ene Pokémon die ik hier kan vangen. En dan ga ik wel eerst naar de gym toe. Oké. Ja, bijzonder. Wat? Ik ben zo verward nu. Nou ken ik deze games dus niet heel goed, maar... Ja. Oh ja, er staan allemaal mensen voor. Ik zie het. Maar ik kan hier nog een Zubat? Ja, die zoek ik, Zubat. Dat is de enige Pokémon die ik nog niet heb gevonden, terwijl die 40% kans heeft hier. Ik ben al 2 Abra's maar tegengekomen van 15%. Maar die mag juist allemaal omdat die poison is dan. Ja. Ja, oké. Okay. Oh, je kunt hier ook naar... Oh nee, tuurlijk niet. Dan heb je een bike nodig. Heb jij Judoot al of niet? Nee, die was ik net aan het zoeken. Ja, die is ook 5%. 5%? Ja. Wat? Het is een grot. Dit is toch ideaal voor Geodude? Ik bedoel, hij is met zijn vrienden. Hé, dit is steen 2, dit is steen 3. En ik ben steen 1. Natuurlijk is Kyo doet nummer 1. Ga je hem nu ook steen 1 noemen? Ja. Als het kan. Als ik hem ooit nog vind, ja. Ik heb nog steeds geen Zubat tegengekomen. Dat is echt niet normaal. Echt niet? Nee. Ik heb al 3 of zo. Oké, misschien 2, maar... Nu 3 of 4. Zubat, laat me alsjeblieft met rust. Dankjewel. Graag gedaan. Wist je dat je Zubat sinds generatie 6 niet meer Too Bad kan noemen? Echt niet? Nee. Lol, ik kom wel een Judoot van 5% tegen, maar geen Zubat van 40%. Hé, hey, als ik nou deze Zubat voor jou vang en jij die Kiro doet voor mij, dan gaan we gewoon traden, toch? Of mag dat niet? Nou, dat mag wel, maar ik denk dat het sneller is om het niet te doen. Maar waarom kan je hem geen Too Bad noemen dan? Ja, dat mag niet. Hè? Volgens mij heb ik het ooit een keer geprobeerd. En dat kon niet. Zo van, oké, ik snap dat ze misschien bepaalde scheldwoorden eruit filteren. Hé, hey, Too Bad. Too Bad? Voor een Too Bad, dat past gewoon ook te goed. Ja, maar dat is ook niet echt een scheldwoord of zo. Nee. Het is wel een belediging naar een Pokémon. Dat kan natuurlijk niet. Nee, maar je kan hem wel penis noemen. Ja. Maar dat is geen belediging. Dat is een... Compliment. Die zegt, oh, het is... Nee, ik maak die grap ook niet af. Oké, ik ga nog even... 2 encounters doen en dan ben ik er klaar mee. Ja, maar ik denk dat Judoot best wel belangrijk is voor jouw team. Ja, nou het scheelt dat ik natuurlijk al Ground heb, hè, met Marstomp. Oh ja, dat is waar. Maar ja, nog geen Rock. Maar Rock wil ik wel graag, maar ja. Ik kom alleen maar Zubats en Makuhita's tegen. En aangezien we straks hier ook nog terugkomen. Dat is waar. Voor nu pas ik eventjes. Dit wordt een spannende gym, maar ik heb wel een telo, dus... Ja, hoe hoog is deze gym? Dat weet ik niet. Oh, fijn. Heb ik nou blinde bandiet? Oh jawel, die is gewoon level 12. Daar heb ik wel. Oké.
Nog dit heel is... Oh ja, dit is met die lichtpanelen. Dit is echt totaal niet als hoe ik het ken. Is deze ook vernieuwd of... Dat moet wel. Even kijken hoor. Ik moet eerst nog heel even iets depositen. Ja, ga je gang. Dus dan weet je dat als ik iets niet op mijn layout doe, dan is dat. Omdat ik hem meteen gedepositeerd heb. Ik dacht oprecht. Ik denk, in het begin wil je zoveel mogelijk Pokémon's meenemen. Oh ja, deze is wel. Deze gym is wel anders dan. Dan normaal, ja. Normaal heb je zo'n. Sta je in het donker en dan moet je zo je weg vinden. Elke keer als je een trainer verslaat, wordt je zicht groter. Ja, nu je het zegt, dat kan ik me beter herinneren dan dit. Waarschijnlijk omdat ik deze game nog nooit gespeeld heb. Nou, het zou er mee te maken kunnen hebben. Ja, denk je toch wel. Ik weet niet hoor. Ik zat nog te twijfelen of dat... Ik ben wel echt blij dat ik die Telo heb, want dat maakt het een stuk makkelijker in deze gym, denk ik. Oh ja, ik heb gewoon een Telo. Misschien moet ik die eventjes voorop zetten. Nu die nog, redelijk... ...de tijd heeft om ook... te levelen. Ja. Voordat ik hem straks wil gebruiken omdat ik in de Panari zit en dan zegt hij zo van... ...ja, maar ik ben level 13 en de gym moet 25. Nou ja, 25 zal hij niet zijn. Oh niet, oh goed. Nee, want de eerste Pokémon is level 13, dan is de gym leader echt geen 25. Ja, oké. 20 dan. Nee, ik verwacht 17 of zo. Echt? Oh. Ja. Ik vind 17 voor een tweede gym wel laag hoor. Nou, maar hier is de tweede gym ook best wel snel hè. Dat is waar. Je hebt straks tussen de tweede en de derde zit weer een best wel lange tijd. Ja. Ja, ik wou zeggen, tussen Pewter en Cerulean zit ook heel kort, maar dat valt wel mee, want je bent natuurlijk... Je moet door de hele grot heen, hè? Ja. Ja, man. Vind ik ook echt een kut grot, maar die Rock Tunnel, die is nog kutter. Ja. Ik ken de Rock Tunnel een tijdje uit mijn hoofd. Ja? Dat was vooral, toen ik hem net gedaan had, met mijn Pipelock was dat denk ik nog. Toen was ik daar zo mee bezig, dat ik hem eigenlijk best wel goed kende. Oké. Alleen, dat moet je bijhouden en dat heb ik natuurlijk nooit gedaan, want hoe vaak speel ik nou die games? Ja. Welke type deed je met Pipelock? Water. Ah. Dus, Ja, dat is ook wel slim, want daar heb je best wel veel waterpokémons in die generatie. Ja, dat was totaal niet waar ik voor ging. Het was gewoon van, deze vind ik als eerst, dus... Nou, oké. Okay. Het was wel randomized. Dus. Ah, oké. Maar we zitten op een half uur, we gaan denk ik de gym maar afmaken en dan stoppen met de aflevering. Ja, is goed. Ik wist niet dat we alweer zo lang bezig waren. Tijd gaat snel. Super snel. En hebt. En dat hebben we schijnbaar. Anders als jij het zegt. Oh. Nee. Nee, doe ik niet. Als de Brawly. Gateway was. Ben jij ook al bij Brawly? Nee, nog niet. Bijna. Ah, waarom kan ik? Ik kan ook niet eens een move vergeten. Niet aanleren bedoel ik. Hm. Ik leerde Bite met mijn Marstomp. Toen dacht ik, die hoef ik niet. Hoe werkt dit? Geen idee. Ik vind dit wel vervelender dan die oude. Ja? Ja. Hm. Ik vind hem een stuk makkelijker dan die oude. Oké, wacht. Ik denk dat hij niet eens level 17 is. Nee? Nee. Nee, want zijn eerste is level 14. Oh, de lichten gaan aan. Oké. Let's go. Kom op, Brawly. Ik maak je af. Hij heeft wel een Makuhita, toch? Of een... Nee. Een Hariyama, denk ik.
Ik denk het wel, ja. Oké, let's go. Nee, Makuhita heeft geen Ariama. Wat? Niet? Waarom? Er stond me echt iets voorbij dat hij die wel had. Ja, in de anime heeft hij die. Hij is level 16, zijn ace. Oh. Oké, okay. Dat is te laag. Ik heb gewoon de hele gym zonder te healen gesweept met mijn Telo. Oh ja, misschien had ik eventjes moeten healen toen ik klaar... Ah, nee. Kom wat. Karate chop. Kut. Ja, ik heb hem gewoon helemaal gesweept met Telo. Hij was level 13 toen ik aan de gym begon. En nu level 16 denk ik, of 15. Level 15. Je moet mogelijk iets aan de layout veranderen. Want? Telo is dood, ik had moeten healen. Want, nee! Ik was evenveel level als die match op. En ik was eventjes vergeten dat het natuurlijk neutral damage is. Oh, sukkel. Maar goed, maakt niet uit. We hebben... De eerste dead van de playthrough. Ja. En ook door een dom iets. Nou ja, handig is het inderdaad niet. Nou, op zich. Ja, ik weet niet hoe ik eruit ga komen. Even healen. Karate chop, hou op. Maar jij kan ook nog niet bij de Mauwaal, want daar moet je met die fietsen omhoog in die grot. Dus dat kan je nog niet doen. Nee, oké. Okay. Ja, dat is kut. En ook en Nosepass zit ook nog in die grot, maar ook pas hoger. Ja, nou ik ben eerst ook eigenlijk met andere dingen bezig. Ja. Zoals een Machop verslaan. Zoals levend blijven. Wat nogal aardig moeilijk wordt, vooral straks die Hariyama. Ik heb het in de gaten, ja, dat het moeilijk is. Of Makuhita is het, dat scheelt. Dat is. Ja, dat scheelt zeker. Makuhita. Oké. Okay. Maar, het is natuurlijk neutral. Nee, het is super effective, want ik ben ground. Oké, okay, Mudshot is slimmer om te doen. Een Watergun in deze game. Fuck, Watergun. Oké. Dit gaat wel... Hij doet bulk-up. Dankjewel. Oké, dan gaat het helemaal goed komen. Hij heeft ook nog een hyper potion volgens mij, of een super potion. Ja, die heeft hij al gedaan. Ah, okay. Nee! Wat hoe avoid hij? Bruh. Bruh. Nou, welkom bij de uurlange XXL-versie van deze... Nee, ik heb hem neer. Hij is neer. Top, top. Ah. 1 def. Is kut. Ja, dat is een beetje jammer, ja. Maar goed. Ik heb Beautyfly nog. Dat is ook een flying. Dat is waar. Je hebt wel vrienden, of niet? Of ben jij dat niet? Die is wel gunstig daar. Wat? Sorry? Ah, nee, dat is hier dan ergens. De trail van een telefoon. Dat is hier dan ergens. Oh. Dus. Ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Sander nog te checken. De kanaal staat in de beschrijving, dus vergeet dat niet te doen. En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van de Avatar Log. Adios, amigos.